Hi, leuk dat je er bent bij 50 Ways. Welkom, welkom. Ik ben bezig met het maken van kleine filmpjes en daar kwam ik bij een opdracht die ik op de vlog laat zien voor een reclamebureau. En daar moet ik een stukje voor rimpelen. Toen dacht ik, ja, het is misschien wel handig om daar meteen een tutorial van te maken. Dan weet je ook hoe rimpelen gaat. Dus ik wens je weer heel veel plezier ermee. En je weet het, als je meer wil weten, kom je gewoon naar Nijles. En bedenk ook eventjes dat elke tweede zaterdag van de maand bij ons naaien is voor €60 de hele dag, inclusief lunch. En dan kan ik je met al je problemen verder helpen. Nou, hier komt dan het rimpelen. We gaan iets maken voor een beurs. Een rimpelrokje, maar een half rokje, want dit is de bedoeling. Kan je mijn mond zien? Ja, het is wel leuk als je mijn mond ziet als ik praat. Half rokje. Dit moet een plaat boord of zo voorstellen. Er zijn benen opgetekend. En de bedoeling is dat degene die op de foto gaat achter de plaat gaat staan. Het rokje omkrijgt. Dat rokje klapt naar voren. En vervolgens ga je op de foto met een andermans benen en een rokje. Nou, dit moet worden aangerimpeld aan een band. En ik ga je even laten zien hoe je vooral het rimpelen moet doen. Want dat is vooral belangrijk. Dat heb je voor nodig natuurlijk. Je lap stof. Als je twijfelt over hoeveel stof je moet nemen om te rimpelen. Voor een rokje of zo is het vaak mooi om anderhalf keer de breedte van het stuk te nemen. En als je hele dunne stof hebt, kan je wel twee keer dus de breedte van de stof nemen. Maar anderhalf keer is standaard. Nou, ik heb tegeltjesstof, want het moet een Hollands project worden. En je hebt ook nodig bij je machine een andere kleur in je spoel. Dus je bovendraad en je onderdraad zijn anders van kleur. En ik ga je straks ook vertellen waarvoor dat belangrijk is. Verder zet je je machine, als je het kan zien bij deze. Zo. Ik heb een elektronische machine. Mijn machine staat nu op steeklengte 3, maar ik zet hem op 4. Dus je neemt een grote steeklengte. Je mag niet aanhechten en niet afhechten. Ik ga nu eerst even de spoel vervangen. Ik heb boven wit en dan neem ik echt een lekker aftekend kleurtje. Eens even kijken. Wel voldoende op de spoel, want als het halverwege opraakt, dan baal je. Dan moet je namelijk opnieuw beginnen. Zo. Dat is hem dus. Zo, mijn spoel is vervangen. Oké, en nou stik je als volgt. Je hebt je lap stof. Je stikt langs de lange kant, die moet worden gerimpeld. De eerste, ja, daar ben ik weer. Het eerste stiksel stik je vanaf een halve centimeter boven de kant. Dat is ongeveer op een half voetje de helft. Dus op sommige machines staat ook een streepje, dat je precies weet waar het is. En de tweede stiklijn, die stik je op half voetje breed, dat is 8 mm. Ik ga het voordoen en ik laat je straks zien waarom dat zo is. Ik heb hier de draden laten hangen. Ik heb niet aangehecht en niet afgehecht. De bedoeling is dat je de draden laat hangen. Nou, heb ik de hele lap heb ik gestikt aan één stuk door, niet tussendoor de draad vervangen. En aan de voorkant heb ik mijn witte draad gebruikt en aan de achterkant oranje. En waarom is dat? Omdat je bij het rimpelen alleen aan de achterdraad kan trekken. Als je van de voorkant gaat trekken, dan blokkeert de boel. Dus ik zie nu heel goed wat de achterdraad is, want die zijn namelijk oranje. En dat het een contrasterende kleur is, is helemaal niet erg. Want je trekt deze hulpdraden later uit. Oké, nou, ik heb nu dus de achterdraden te pakken. En nu ga ik ze 2 aan 2 trekken. En waarom is het ook 2? Ook, het heeft ook nut. Kijk, je krijgt nu een rimpeling die vrij breed is. En dan kan je makkelijk opstikken. Als je een enkele rimpeling doet, dan dus met een enkel draadje, dan gaat het een beetje wiebelen. Dus nu blijft het mooi recht. En kan je het heel goed aangeven hoeveel je wil. Nou, nu rimpel je dus. Je schuift in feite de draden door. Dat doe je eerst aan de ene kant, daarna aan de andere kant. Dat gelijkmatig gebeurt. En dan rimpel je door tot de gewenste breedte. Als je een patroon hebt waar tussen gerimpeld moet worden, dan heb je aan die gewenste breedte geef je 2 knipjes in de stof. En dan kan je later je gerimpelde stuk tussen die 2 knipjes leggen. Dan weet je dus precies tot hoever je moet rimpelen. Nou, ik moet ook nog de band van deze rok tekenen en knippen. Dus ik zie je straks terug en dan laat ik je zien hoe het verder gaat.
Zo, ik ben er even bij gaan staan. Ik doe veel werk staan omdat het makkelijker is. Je ziet dat ik alleen aan de spoeldraad trek. Ik heb het midden van de lap aangegeven door een gekleurde speld en ook het midden van de band waar het rokje aan moet. En zo schuif je hem op. Dus je houdt de spoeldraad vast. In dit geval mijn gekleurde draad, oranje. En de rest schuif ik op. En kijk even hoe het gaat. Nou, het gaat best aardig. Gaan we wel een beetje nu in de richting van de lengte die we willen hebben. Of de breedte eigenlijk. Nu ga ik de andere kant weer even trekken. Ook alleen aan de spoeldraad. Nou, en als je ongeveer hebt wat je wil, dan ga je de rimpeltjes even mooi verdelen. Dus ook in het midden genoeg. En dan daarna, dan leg je je rimpelwerkstukje met de goede kant op waar het moet komen. Zo dus. En dan speld je hem dwars vast. En straks ga je stikken op een centimeter. En dat is nou precies tussen je twee hulpdraden in. Dus je hulpdraden stik je in principe niet vast. Gebeurt het wel, is het ook niet erg hoor, maar het is makkelijker als ze blijven zitten. Stel nou dat je een patroon zou naaien, dan zou je dus op de plek waar de rimpels op worden gestikt een knipje zetten in je werk. En daar leg je dan het eerste gedeelte op en dan zorg je dat de rest op maat komt. Nou, je ziet dat ik hier nog wat ruimte over heb, dus ik moet een beetje trekken. Zo, en dan neemt hij dus weer wat spoeldraad terug. Dan verdeel ik het opnieuw. En dan zet ik weer de spelden dwars erop. Het midden gaat op het midden. Je ziet dat hier mijn rode knopjes van het midden op elkaar zitten. Het midden gaat op het midden. En daarna zet je je naaimachine weer terug op de stand. De normale naaimachine stand. Dus meestal stik je op 2,5 of 3. En je vervangt ook weer even je spoeltje voor de goede kleur. Ik heb hem gestikt. Precies. Tussen de twee oranje stiksels in. En die kant zie je tussen de witte stiksels. Nou, nu gaan we even de hulpdraad eruit halen. Dat doe je ook aan de achterkant. Kijk, ongeveer in het midden haal je alleen het oranje stiksel los. Dus even doorprikken, zo. En dan kan je dus al aan het uiteinde de eerste helft eruit trekken. Ik pak nu even alleen de bovenste helft, want ik moet nog iets meer doen met het rokje. Dus ik laat de onderste helft even zitten. Zo. Die vliegt er nu zo uit. En de andere kant ook. Ik doe even alleen de bovenste. Zo. Dat kan weg. Dat is je hulpdraad aan de achterkant. Nu heb je nog een hulpdraad aan de voorkant hier tussenin. Die kan je gewoon zo pakken. En trek je hem helemaal los en is die weg. Dus als je netjes stikt, tussen de hulpdraden door, haal je ze er zo uit. Zo, dit is dan het gerimpelde rokje. Dat klaar is.